Ik heb vanavond voor jullie een hele leuke en snelle Halloween nail art voor jullie. Ik heb de nagel al gelakt met 2 laagjes Black is Black. En de plaklaag zit er nog op, want ik ga daar nog 1 laagje overheen lakken. En dat doe ik omdat ik met folies ga werken. En de folies die plakken niet altijd even mooi op de zwarte plaklaag. En ik heb gemerkt dat met de clear rubber base, als je die aanbrengt, dat er net even wat meer plak op zit. En dan pakt het folie ook mooi op. Dus kijk je mee. Het is wel belangrijk omdat je dus over een zwarte lak heen lakt met de clear base, rubber base, dat je hem dus wel even goed schoonmaakt daarna. Met een wipeje. Anders dan heb je zwart in je rubber base zitten. Dus even een dun laagje. Echt heel dun. En dan had je hem even 30 seconden uit in de lamp. De nagel is nu uitgehard en ik ga de gouden en de paarse folie in de plaklaag van de rubber base drukken. En dat gaat heel willekeurig, dus je krijgt altijd een heel leuk speels effect. Ik heb verder het achterkantje van de folie niet schoongemaakt, want dat is niet echt nodig bij deze plak. Dus gewoon her en der een beetje erop drukken. En de paars heeft niet zo'n holografische glans zoals het goud, dus het lijkt alsof die veel minder aanwezig is. De nagel is eventjes uitgehard en ik ga nu even een laagje topcoat aanbrengen, zodat de folie blijft zitten waar ik hem wil hebben. Dan komen die folies ook ineens nog net er even mooi naar voren. De nagel is weer uit de lamp en ik ga hem even afnemen en opruwen voor de stempel. Dit doe ik om te zorgen dat de stempel straks mooi overkomt. Dat je niet stukjes hebt die achterblijven op het stempelkussen. En als ik de glans verwijderd heb, ga ik er ook nog weer even overheen met een vochtig nail wipeje. Breng een beetje aan. En ik pak de stempel op. En ik druk hem in het bovenste hoekje van de nagel. Het is nou heel subtiel. Ook omdat die nagel eronder dus nog wat, of die folie nog wat glanst. Maar straks gaan we dus mat aflakken en dan komt die spinnenweb wat meer naar voren. Dus heb geduld. Als je dit bij een klant doet, werk je natuurlijk vaak met de ene en de andere hand. Zo'n nagellakje is super snel droog. Dus als je met links bent begonnen en je gaat rechts daarna stempelen. En je hebt rechts gestempeld, dan is links vaak al droog voor de topcoat. En ik wil hem mat aflakken. Maar daar ga ik wel eerst een glanzende topcoat overheen doen. Want dan weet ik zeker dat de topcoat straks ook blijft, de stempel blijft zitten. En nou zou je ook, of zie je gelijk het resultaat hoe die zou zijn als je hem glanzend aflakt. Maar zoals je ziet, valt het spinnenwebje dan best wel weg door de mooie glans van de folies eronder. Hij is nou even uitgehard en dan ga ik de nagel met de laatste topcoat aflakken en dat is de extreem matte top. Ik heb al mijn folietjes voor de handigheid al op formaat geknipt. En die bewaar ik in een tipbox, een lege tipbox. En dan kun je dus wanneer je met de klant zit en je wil een folietje, je pakt hem er zo bij en plakt hem op de nagel en je zet het zo weer weg. Dus dan krijg je dit effect. Dus heel makkelijk alles bij de hand. Dit zijn dan de gouden en de zilveren folies die ik gebruik. En makkelijk bij de hand. En je zit niet te klooien met dat je eerst je folietje nog moet knippen. Mijn nagel is uitgehard en dit is het eindresultaat. Nu zie je dus echt veel mooier die spinnenwebjes naar voren komen. En het gouden folietje is een holografisch effect kwijt. Maar je krijgt wel een heel gaaf effect zo met de paarse folie ernaast. En als je dit dus wilt combineren, dan kun je hem dus ook heel gaaf zo doen. Dat je op één nageltje zegt van ik pak de folie en de spinnenwebjes. En dan op een andere nagel gewoon puur de folietjes en dan wel mat afvlakken. Ik hoop dat je hem leuk vond en ik ben benieuwd wat jullie ermee gaan maken. Tot de volgende keer.